Dames en heren, begin dit jaar, in januari, stonden we ook hier met vele Amersfoorters. Na de aanslagen bij Charlie Hebdo in Parijs. Nu, 16 november, staan we er weer. Weer in grote aantallen. En dat alles na de verschrikkelijke aanslagen afgelopen vrijdagavond in Parijs. Die stad die zo dichtbij is. Het initiatief van deze bijeenkomst is de afgelopen dagen ontstaan, onder andere door Jacques Happer, raadslid. Die heeft gezegd, we kunnen en mogen dit niet voorbij laten gaan. Zoals we ook niet voorbij kunnen en mogen gaan aan het geweld dat niet alleen in Parijs, maar ook in steden als Beirut, eerder in Australië, in de landen rondom Irak en Syrië, Turkije en Egypte plaatsvindt. Het geweld, het noodloze vredegeweld, krijgen we dagelijks op ons netvlies binnen. En afgelopen vrijdagavond kwam het zo heel direct binnen. Ik weet niet hoe u zelf het nieuws op dat moment binnenkreeg. Zelfs zat ik half slapend voor de televisie en werd opeens wakker bij het programma van Paul. En dat was de discussie gaande over wat die paar uren daarvoor was gebeurd. De onzekerheid, de onduidelijkheid was de hele tijd in het programma te horen. En je probeert je dan een voorstelling te maken waar een dergelijke stad op dat moment mee te maken heeft. En je realiseert het ook dat het een kleine groep mensen is die dit veroorzaakt. Een kleine groep mensen gelieerd aan een grotere groep mensen die al een lange tijd bezig is om stabiliteit in deze wereld onderuit te halen. Die ervoor zorgen dat honderdduizenden mensen, miljoenen mensen niet meer thuis kunnen wonen. Die ervoor zorgt dat honderdduizenden mensen hun land verlaten. Die ervoor zorgen dat honderdduizenden mensen hun leven wagen om veilige orde te bereiken. Die ervoor zorgen dat we de afgelopen maanden ook in Nederland een stroom van vluchtelingen ons land zien betreden. Die ervoor zorgen dat wij als stad de afgelopen weken vluchtelingen hebben kunnen en moeten en mogen ontvangen. Dat geweld geeft gevoelens van boosheid, angst, ongeloof, onveiligheid, intens verdriet, maar ook onmacht in ons hart. Ik heb de afgelopen dagen ook heel wat ouders gesproken en ontmoet die zich afvragen hoe hun kinderen moeten opgroeien in deze wereld. Die het niet meer weten. Die daar onzeker van zijn. Een onzekerheid die bij ons thuis ook voelbaar is. Tegelijkertijd realiseer ik ook dat onze wereld in staat is geweest om iedere keer wel een antwoord te vinden over deze vormen van agressie en geweld. En dat besef moeten we vasthouden. Vasthouden als wereld, vasthouden als Europa, vasthouden als Nederland, vasthouden als Amersfoort. Met elkaar laten zien dat we willen leven in een stad van vrede. Waar het best wel af en toe lastig is. Maar als we met datzelfde gevoel en vanuit diezelfde intentie elkaar de hand geven, dan zijn wij in staat en dan zullen wij in staat zijn om de meest krachtige antwoord te geven op de verschrikkingen waarop we hiervoor staan. Een minuut stilstaan dadelijk is kort. En we mogen niet naïef zijn dat daarmee het antwoord gegeven is voor het gevaar wat nog door zal gaan, waar we nog mee geconfronteerd zijn. Dichtbij, maar ook verder weg. Dichtbij in Europese steden, maar ook verder weg in landen waar ook de nodige mensen die in Amersfoort wonen mee verbonden zijn. Dat is geen
situatie van ver weg, voor die mensen ook dichtbij. Met elkaar zijn we in staat om het antwoord te geven. Met elkaar sluiten we de gelederen en trekken we samen op tegen terrorisme. Met elkaar laten we zien aan al die mannen en vrouwen die denken onze samenleving kan ontwrichten, dat wij sterker zijn. Sterker vanuit ons hart, sterker vanuit onze emotie. Wij willen in vrede leven. Dank u wel.